Wilfred Gené heeft veel te danken aan Johan Derksen, de ster van Vandaag in Hij verdient een topsalaris dankzij de populariteit van het programma. Maar wat gebeurt er als Johan ermee stopt? Dan is het snel voorbij. Dat is waarschijnlijk de reden dat Wilfred Gené meer wil doen dan alleen Vandaag in Hij heeft de nieuwe baas van Talpa gevraagd om meer kansen te krijgen. Wilfred voelt terecht aan dat hij zich moet verbreden naast Vandaag in zegt zeskenner Victor Vlam in de communicado's. Naast 6 presenteert Wilfred alleen nog de talkshow Veronica Offside en de radioshow The Friday Move. Maar om zijn carrière op lange termijn veilig te stellen, moet hij echt meer gaan doen. Want nu hangt zijn hele carrière af van de 75-jarige Johan Derksen. Wilfred is te veel verbonden aan Johan, die vandaag zijn 75ste verjaardag viert, vindt Victor. Ik daag iedereen uit om een programma te noemen dat Wilfred presenteerde zonder Johan Derksen, en dat een succes was. Ik denk eerlijk gezegd dat niemand dat kan. Victor heeft gelijk. Wilfred heeft veel geprobeerd, maar zonder succes. Hij deed het interviewprogramma Wat gaat er nu door je heen, maar dat scoorde slecht. De quiz matchwinner, wie kent dat nog? Ook geen succes. Café Hendricks en Gené was ook een flop, het waren allemaal programma's zonder Johan. Wilfred heeft veel dingen geprobeerd, maar niets werkte. Wilfred is goed in zes omdat hij goed kan zuigen en stoken, zegt Victor. Maar dat werkt niet in andere programma's. Dat betekent dat het snel afgelopen kan zijn voor hem. In de tv-wereld kan je snel stijgen, maar ook snel vallen. En als Johan binnenkort stopt, dan kan Wilfred snel vergeten worden, denkt Victor. Het is niet duidelijk wat hij gaat doen als Johan Derksen stopt, dus hij moet zich nu verbreden. Wilfred voelt dat zelf ook, want hij heeft gesprekken gehad met een nieuwe baas, zegt Victor. Mijn advies is om daar zeker mee door te gaan: ga jezelf ontwikkelen.